Dames en heren, ik hoop dat jullie mij, broers en zussen, eigenlijk beter. Hè? Goedemorgen, broers en zussen. Ik hoop dat jullie mij goed kunnen verstaan. Ik zie er hier naar uit dat alles goed doorloopt, maar ik kan het niet live checken. Je mag het eens laten weten, dan kan ik het gauw even bekijken in de livestream. Goed, goedemorgen. Eerst en vooral, moest je zich afvragen, want ik had vorige week afgekondigd dat Wim Dazen zou spreken deze morgen. Dus moest je zich nu afvragen waarom Wim in één keer zo lelijk geworden is. Het is niet Wim die hier staat vandaag, ik ben het. Ik neem het hier kort van hem over, je kan op Facebook wel zien waarom dat zo is. Vind ik niet erg om te doen, dus zo... Ernest is hier gelukkig weer, vind ik heel fijn om te zien. Maar het is hier zeer koud in de zaal, dus ik hou eventjes mijn vest aan als je dat niet erg vindt. Goed, we gaan meteen van start gaan deze morgen. Ik had me voorgenomen niet zo lang te spreken. U mag daar straks over oordelen of mij dat wel of niet is gelukt. Maar ik vrees ervoor. Goed, ik ga jullie meenemen naar een verhaal in het Nieuwe Testament dat u allemaal vast en zeker kent. Het is namelijk het verhaal van Nicodemus. En Nicodemus is een fariseer die eigenlijk er niet zo graag voor uitkomt dat hij toch wel wat meer wil weten over Jezus. Hij komt twee keer voor in het evangelie, in het verhaal dat ik zo meteen ga voorlezen. En hij komt ook nog eens voor later als de fariseers een soort van beleg hebben van wat ze nu met die Jezus gaan doen. Dan zegt hij ook nog eens wat. En ik denk dat dat in Johannes 9 is, maar ben niet zeker. Kan ook 7 zijn. Goed, ik ga jullie het verhaal voorlezen. Het staat in Johannes 3. En het gaat als volgt. Jezus, is de titel, krijgt bezoek van Nicodemus. Er was een fariseer die Nicodemus heette. Hij was één van de Joodse leiders. En op een nacht ging hij naar Jezus toe en zei tegen hem, Meester, we weten dat u een leraar bent die door God is gestuurd. Want niemand kan de wonderen die u doet doen. Dat kan alleen maar iemand als God met hem is. En Jezus antwoordde, luister goed Nicodemus, ik zeg je dat alleen bij het koninkrijk van God kan horen als je opnieuw geboren wordt. Dat is een vreemde wending wat hij hier doet, hè? Nicodemus vroeg, hoe kan je nu opnieuw geboren worden als je al oud bent? Je kan toch niet weer in de buik van je moeder ingaan en opnieuw geboren worden? En Jezus antwoordde hem, luister goed, ik zeg je, je kan het koninkrijk van God alleen binnengaan als je geboren wordt uit water en uit geest. Anders niet. Uit de mens wordt namelijk menselijk leven geboren. Maar uit Gods geest wordt geestelijk leven geboren. Het is dus niet vreemd dat ik zeg dat jullie opnieuw geboren moeten worden. De wind waait waarheen hij wil, je hoort hem wel, maar je weet niet waar hij vandaan komt of waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit Gods geest is geboren. En Nicodemus in vers 9 vraagt aan Jezus, hoe moet iemand uit Gods geest dan geboren worden? En Jezus zei, Nicodemus, je bent toch een leraar van Israël? Iemand die de mensen leert hoe God wil dat ze leven. Hoe kan het dan dat je deze dingen niet weet? Luister goed. Wij spreken over wat we weten en we vertellen over wat we hebben gezien. Maar jullie geloven ons niet. Jullie geloven mij niet eens als ik over gewone aardse dingen spreek. Hoe zouden jullie mij dan kunnen geloven als ik over hemelse dingen spreek? Er is nog nooit iemand naar de hemel geweest, behalve ik, de mensenzoon. Ik ben er vandaan gekomen en net zoals Mozes in de woestijn de slang hoog opgeheven heeft, zo moet ook de mensenzoon hoog opgeheven worden. Iedereen die in hem gelooft zal dan niet sterven, maar het eeuwige leven hebben. Want God houdt zoveel van de mensen dat hij zijn enige zoon aan hen gegeven heeft. Ieder die in hem gelooft zal niet verloren gaan, maar zal het eeuwige leven hebben. Want God heeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd om mensen te veroordelen, maar door de mensen, juist om de mensen te redden. Dat is een belangrijk zin, je moet je straks onthouden. Iedereen die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar iedereen die niet gelooft, is al veroordeeld.
want hij heeft niet geloofd in de enige Zoon van God. Ik had altijd een beetje bijzonder verhaal gevonden. Nicodemus, een fariseer, die in het geheim 's nachts Jezus gaat opzoeken om niet herkend te worden of niet gezien te worden, want het zou wel eens een groot schandaal kunnen zijn dat Nicodemus, een fariseer, bij de leraar Jezus gaat. Straffer nog dat hij hem zelfs leraar en meester rabbi noemt, wat heel bijzonder is. En dat zou erop kunnen wijzen dat Nicodemus op een of andere manier toch wel zeer gehecht is aan zijn reputatie. Want hij wil niet dat hij gezien wordt met die Jezus. Hij is er super geïnteresseerd in, hij wil meer van hem weten. Hij heeft ook wel gezien dat Jezus bijzondere dingen kan, maar hij wil er liever nog niet mee geassocieerd worden. Dus hij zoekt Jezus op in de nacht, in het duister, waar hij hopelijk onherkenbaar kan blijven, maar toch een gesprek met Jezus kan voeren. En dan vraagt hij een aantal zaken. En dan erkent hij eerst dat Jezus een leraar is, een bijzonder leraar. En dan vraagt hij eigenlijk het volgende. Meester, we weten dat u een leraar bent die door God is gestuurd. Want niemand doet zulke wonderen dan u. Dat kan alleen als iemand met hem is. En dan antwoordt Jezus daarop eigenlijk op een hele rare manier. Want Nicodemus zegt hij eigenlijk niet veel meer dan de intro van, hé, u moet wel heel bijzonder zijn, u bent een heel groot leraar. Jezus antwoordt daarop op een bijzondere wijze, want wat zegt hij? Luister goed, Nicodemus, ik zeg je dat je alleen bij het koninkrijk van God kan horen als je opnieuw geboren wordt. En dat is vreemd, want je zou misschien eerder verwachten dat Jezus iets zou antwoorden als, nou, fijn Nicodemus dat je hier bent, of waarom kom je 's nachts, of is jouw reputatie zo belangrijk, of misschien van Nicodemus heb je een vraag of zo? Nee, hij zegt, luister goed Nicodemus, zijn eerste opmerking, luister goed, je kan alleen bij Gods Koninkrijk horen als je opnieuw geboren wordt. En daar zit iets bijzonders in dat zinnetje. Want eigenlijk veegt Jezus hier iets totaal mee van de tafel. Want Nicodemus begint erover het feit dat Jezus een bijzonder rabbi, een bijzonder meester, een bijzonder leraar is. En als een andere rabbi en leraar te raden gaat bij een andere rabbi en leraar, dan zegt Nicodemus, kijk, ik ben ook leraar, jij ook, maar ik kom bij u te raden, dus jij bent een groter rabbi dan ik. Dat is eigenlijk wat Nicodemus tussen de regels door zegt. En Jezus ontkent het niet, bevestigt het ook niet. Maar hij zegt, je kan alleen bij Gods Koninkrijk horen als je opnieuw geboren bent. En daarmee slaat hij de nagel op het verkeerde denken van Nicodemus. Want hoe denkt Nicodemus? Nicodemus denkt over Jezus in termen van een leraar. Nicodemus' leven zelf was gebaseerd op het feit dat hij een leraar was. Dat hij mensen over God vertelde, dat hij uitlegde hoe Gods werk en hoe God in elkaar zat en hoe we moeten leven. Nou, op zich een bijzondere gave als je dat hebt. Maar Jezus veegt dat hier eigenlijk van tafel. Want hij zegt niet Nicodemus goed gedaan of goed bezig. Hij heeft ook helemaal niet over het feit dat Nicodemus zijn leraarschap herkent. Nee, hij zegt, luister goed, je kan enkel bij Gods Koninkrijk horen als je opnieuw geboren wordt. Dus dat leraarschap is helemaal niet zo belangrijk. Nog van Jezus zelf, nog van Nicodemus. Nee, het gaat over het feit dat je bij Gods Koninkrijk kan horen, hoe belangrijk dat is, en dat dat alleen maar kan als je opnieuw geboren wordt. Dat hele leraarschapgedoe doet er hier niet meer toe. Dat wordt meteen van tafel geveegd. En waarom? Waarom is dat zo? Waarom veegt Jezus dat meteen van tafel? Omdat dat het kernidee was van Nicodemus. Hij ging te raden bij Jezus om meer te weten, om meer te kunnen zelf leren. Maar dat is een groot probleem als dat jouw visie is op het christelijke leven. Als jouw christelijke leven, de basis daarvan is de leerstellingen en de dingen die je kent, de dingen die je weet of de dingen die je doet omdat je ze geleerd hebt, dan mis je namelijk iets heel erg belangrijks. Dan zoek je eigenlijk inspiratie. Dan zoek je misschien voorbeelden, misschien wijsheden, misschien was dat waar Nicodemus naar op zoek was.
inspiratie, voorbeelden, wijsheden. Misschien kunnen we het zo zeggen dat Nicodemus op zoek was naar een beter level, naar een hoger niveau van zijn eigen onderwijs of van zijn inzichten. Maar daar zit een groot probleem in als je op die manier denkt. Want als je op die manier denkt, dan ligt de focus niet bij God of bij Jezus. Dan ligt de focus eigenlijk op jezelf. Want je wil zelf beter zijn. Je wil zelf het volgende niveau bereiken. Je wil zelf meer weten daarover. Maar weet u wat het probleem is met leerstof? Weet u wat het probleem is als u alles wat Jezus zou geleerd hebben, perfect zou kennen en doorgronden, en daar ook naar zou leven, dan vrees ik dat u in een straatje terechtgekomen bent waarin dat de leer die je dan zo aanhangt, en waar je dan zelfs misschien bijzonder in bedreven bent, dat je dat als een nieuwe wet maakt. En ik durf niet te beweren dat ik in staat ben, al zou ik die leer helemaal begrijpen van Jezus, om mij daaraan te kunnen houden. Dat kunnen wij als mensen niet. En dat is wat Jezus hier zegt. Die hele leerstellingen, dat hele rabbischap, is hier voor Nicodemus in elk geval al niet van tel. Nee, het gaat er eigenlijk om dat je opnieuw moet geboren worden, zegt Jezus. Want lering wordt eigenlijk wet en die legt jou van alles op, net zoals de wet dat doet. En daar kan je toch niet aan voldoen. En het grote risico, net zoals bij de wet, is dat het jou wel zeer religieus maakt. Maar je geen relatie hebt met God. Sterker nog, je loopt het grote risico zeer wettisch te worden. Of zeer eigenwijs te worden, of heel erg strak te worden en onflexibel. Niet meer kunnen inleven met mensen, want je hangt zo vast aan die leer en zo moet het zijn. Je riskeert zelf met een schuldgevoel opgeladen te worden, omdat je er niet aan kan voldoen. Je kan je er misschien wel aan erger of boos over worden, als iemand anders dan die lering overtreedt of zelfs tegenspreekt. Het is een onbereikbaar doel om die ultieme kennis te hebben. Maar vooral, je mist God. Dan ben je eigenlijk niet beter af dan de fariseeën, zoals Nicodemus er eentje was, die heel nauwgezet proberen de wet te volgen, maar de relatie met God ontbraken. En dan gaat Jezus verder, dan heeft hij het over opnieuw geboren worden, en Nicodemus stelt daar een vraag over. Dat is allemaal super interessant, maar daar wil ik het deze morgen met u niet over hebben. We springen een klein beetje verder en dan doet Jezus iets heel bizars. Dan begint hij plotseling over een slang in de woestijn. U kent het verhaal wel, de Joden, de Israëlieten waren weer ongehoorzaam aan God. En ze stelden hun vertrouwen niet op God. En God brengt slangen in het kamp. Giften, dode slangen. Die de mensen beten en ze stierven eraan. En er sterven er echt een heleboel. Hè? Ik ben het juiste getal vergeten, maar het gaat om grote getalen. En die slangen, daar konden ze niks tegen doen. Wie gebeten was, ging dood. Behalve, en dan komt God met een hele rare oplossing, behalve als ze naar een brons of een koperen slang keken, afhankelijk welke vertaling je gebruikt. En dat is raar. Ik vind dat raar. Want wat stelden die slangen voor? Die slangen stelden eigenlijk de zonde van het volk voor. Ze waren zelfgericht, egoïstisch, ze dienden met momenten afgoden. Ze waren ontevreden met de situatie waarin ze zaten. Ze kwamen soms in opstand tegen Mozes. En het gevolg daarvan is dat er giftige slangen komen. En die vertegenwoordigen laten eigenlijk zien van mensen, dit is jullie toestand. Door zo te handelen ben je in gevaar, verlies je het leven. En je zou kunnen zeggen dat die slangen de materiële vorm waren van de zonde van het volk. En het woekerde onder hen, het kroop overal tussen het volk door. En mensen stierven er massaal aan. En Mozes bidt God om een oplossing en hij krijgt van God een oplossing. En al iets wat, waar ik van zou denken, moest ik toen geleefd hebben, maar dat is afgoderij. Want Mozes moest een koper of een bronzen slang maken, die op een lange staak steken, omhoog steken, verheffen, boven alles.
Mensen moesten er naar opkijken, hun hoop erop vestigen, en ze zouden niet sterven aan de giftige beten van de slangen. Een bronzen en een koper slang. Straks ga ik je nog uitleggen waarom dat het zo belangrijk is dat dat brons en koper is. Maar het is bizar dat God een afbeelding laat maken, een beeld laat maken van de zonde van het volk, dat ze naar dat beeld moeten kijken om uiteindelijk weer de redding te krijgen. Hoe vreemd is dat? Het lijkt bijna afgoderij dat ze plotseling een beeld krijgen en later zien we dat Mozes ook die slang gaat verbrijzelen, omdat mensen reukoffers aan die slang beginnen te brengen en inderdaad er een afgod van gaan maken. Dat lijkt me toch gevaarlijk spel, wat Mozes en God hier spelen. Maar het heeft een bedoeling. En Jezus gaat tegen Nicodemus, als hij dit vertelt, meteen verder. En hij zegt, en net zoals Mozes in de woestijn de slang hoog opgeheven heeft, zo moet ook de mensenzoon hoog opgeheven worden. En hij maakt een vergelijking tussen die slang, die de materialisatie was van het kwaad en de zonde van het volk, met zichzelf. Twee niet verenigbare dingen. Je kan toch de zonde niet verenigen met Christus? Kan toch niet? Maar wij weten wel, uit de verhalen in het Nieuwe Testament, verder door in hetzelfde boek van Johannes, dat Jezus eigenlijk al de zonde, al de negativiteit, al het egoïsme, al de afgoderij, al de ziekte, al de ellende die de zonde voortbrengt, stuk voor stuk van u en van mij op zich neemt. Hoe ondenkbaar is het dat een zuivere en reinige God, die helemaal heilig is, de zonde van ons op zich laat stapelen en zo uiteindelijk tot redding is. Net als dat die slang die de zonde voorstelde opgegeven werd en mensen moesten er naar kijken, een hoop op de slang vestigen en God zou hen genezen. Zo is er aan ons niets anders dan dat wij eigenlijk naar datzelfde offer moeten kijken. God die zichzelf offert, overladen wordt van onze zonden en zo op die manier tot onze redding is. En zo bijzonder als dat bij Jezus is, was dat voor de Joden net zo. Want laat ons eerlijk zijn, hadden de Joden het verdiend om die slang te ontvangen? Nee, want wat ze deden, leidde zelf tot hun dood. Het bracht zelf de zonde, de slangen, in het kamp. Het was hun rechtvaardige straf. Hoe erg dat ook klinkt. Maar het was een logisch gevolg van hun daden. En voor ons is dat in dit leven niet anders. Onze zonden hebben onvermijdelijk gevolgen. Maar ook God biedt ons hier iets om naar op te kijken. Om onze hoop op te vestigen. Om onze redding te brengen, dat we niet sterven. Namelijk Christus die alles op zich neemt. En sterft. En dat is wat Jezus hier duidelijk wil maken aan Nicodemus. Hey Nicodemus, het gaat niet om wetten, het gaat niet om leerstellingen, het gaat niet om kennis. Het gaat erom, en alleen maar daarom, is dat jij je hoop op mij vestigt. Ik ben de mensenzoon. Ik ben diegene die in de hemel is geweest, naar aarde is gekomen en die zal teruggaan. De enigste. Daarop Nicodemus, daarop moet jij je hoop stellen. Je moet opkijken naar de Messias. En eigenlijk zegt hij, en dat ben ik. Niet wat je allemaal weet. Niet wat je allemaal doet. Niet wat je allemaal zelf presteert. Nee, wat je van God ontvangt, de heiliging en de redding, zijn een puur geschenk. Nicodemus' fundament was eigenlijk fout. Hij was een goed leraar, neem ik aan, een goede rabbi. Hij wou beter worden, maar het was zelfgericht. En wij moeten onze ogen niet op ons houden, maar op God houden, op Christus die het offer brengt. En dan krijgen we puur uit genade dat prachtige geschenk van het eeuwige leven, van de redding die God ons brengt. Het is geen verdienste. We kunnen er niets aan bijdragen. Het is een volmaakt offer wat Christus gaf.
We moeten er alleen maar naar op kijken en geloven. En dan zegt Jezus later ook, en dat je niet veroordeeld wordt. Je niet veroordeeld wordt vanwege, omdat je gewoon in hem gelooft, dan staat er eigenlijk. Je wordt niet veroordeeld omdat je gewoon in hem gelooft. Met andere woorden, kijk op naar Jezus, geloof het, vestig je hoop op hem en je hebt het eeuwige leven, je hoeft er niks voor te doen. En er is nog een hele mooie parallel met de slang hier. Want zoals ik het daarnet vertelde, die slang, die is gemaakt uit brons of koper. En brons is een legering. Hè. Een legering zijn twee metalen samen gemengd. Het is tin en koper of koper en lood. Twee hele zachte materialen. Als je een staafje van hebt, kan je die beide zo plooien. Maar breng je ze samen, wordt het heel hard. Hè. Een heel, heel stevig materiaal. Maar brons stond in de Bijbel beeld voor gerechtigheid. Maar niet zomaar gerechtigheid. Het stond beeld voor de gerechtigheid zoals God die zag. Dat is anders dan wij die zien. De gerechtigheid zoals God die zag. Dus de slang die de redding bracht, was de gerechtigheid zoals God die zag. Niet zoals ik die zie. Niet zoals misschien u die ziet. Dat weet ik niet. Ik kan dat niet in uw naam zeggen. Maar ik zou kunnen zeggen, ja, sorry hè, Israëlieten. Eigen schuld, dikke bult, hè. Je was ongehoorzaam aan God. Jouw straf is de dood. En God komt met de slang uit brons. Want hij vindt dat de gerechtigheid zoals hij gerechtigheid vindt. Ze hebben het niet verdiend, maar ze krijgen het toch. Dat brons, zou je kunnen zeggen, is weer een beeld dat God hier, Jezus hier heel duidelijk wil zeggen. Kijk eens mensen. Mijn vorm van gerechtigheid is anders dan die van jullie. Mijn vorm van gerechtigheid, weet je wat dat is? Dat is dat ik voor jullie sterf. Dat is dat ik voor jullie de prijs betaal van wat jullie fout doet. Dat is hoe ik gerechtigheid zie. En het is een genadegave die je van mij krijgt. Het is een gift dat je krijgt. Je kan er niks voor doen. Het verwijst niet naar wat je zelf hebt gedaan om je misschien te redden, want dat kan je niet. Nee, het verwijst naar God die het rechtvaardig vond om voor ons te sterven. Eigenlijk het ultieme, kan je nog een mooiere vorm van liefde hebben dan dit? God die uit liefde voor ons sterft en dat ook nog de rechtvaardige manier vindt om dit op te lossen. Daar alleen al moet je eens echt goed over nadenken. Dat God dat de juiste vorm van rechtvaardigheid vindt, dat hij voor jou sterft uit liefde. Ik denk dat we daar bijna zelfs niet toe in staat zijn om dat te volle te begrijpen. Dat dit de ultieme vorm van gerechtigheid is. God die ons vanuit een ongelooflijk penibele situatie gewoon weet te redden. En gewoon zegt, ik los het voor jullie op. Niet verdiend, maar dat is, vind ik, gerechtigheid. Heel bijzonder. Gebaseerd op genade. We hoeven maar te kijken naar hem, onze hoop op hem te vestigen. En hij redt ons. En het mooie daarvan is, vanaf we weten dat Gods gerechtigheid, onze heiliging, alleen maar afhangt van het feit dat we in hem geloven, dat dat heel bevrijdend is. Want ikzelf, ik ben niet perfect. Verre van perfect. Ik heb ook fouten. Maar het maakt eigenlijk niet zo heel veel meer uit. Want ik ben in Christus geheiligd. En ik ben misschien niet de ideale spreker. Ik ben misschien niet de ideale leerkracht op school. Ik ben waarschijnlijk zelfs helemaal niet de ideale man thuis. Of de ideale vader. Ik weet dat ik op terreinen fouten maak. Maar ik weet ook dat ik gerechtvaardigd geheiligd ben in Christus. En dat is heel bijzonder. Want dat is nu net wat God rechtvaardig vindt. Dat wij dat gewoon krijgen. En dan is het niet meer ik gericht van voldoe ik wel aan alle normen die ik doe, want dan word ik eigenlijk terug iemand die zich onder een leer zet. Of onder de wet. Nee, ik mag gewoon leven met mijn ogen gericht op Christus. En dan weet ik dat ik geheiligd en gerechtvaardigd ben. Ik ga het hier
bijhouden. Ondertussen ben ik alweer veel te lang bezig. Ik ga afsluiten deze livestream met nog één filmpje van het Bijbelproject weer. Het gaat over heiligheid. Is datgene wat God ons geeft, wat God nu bedoelt met heiligheid. Maar als ik jullie één uitdaging mag meegeven voor deze week. Probeer eens voor jezelf eruit te komen wat het betekent dat God het rechtvaardig zijn, de juiste rechtvaardigheid vond om jou te redden door iets wat hij deed wat we, en hij de straf droeg voor wat wij misdaan hebben. Mediteer daar eens over na. Denk daar eens over na hoe God die rechtvaardigheid dan ziet. Want dat is heel bijzonder. Dat is zijn vorm van rechtvaardigheid. Een andere dan dat wij die hebben. Tot slot het filmpje. Ik hoop jullie volgende week allemaal terug te zien. Ik weet niet uit mijn hoofd die volgende week spreekt, excuseert u mij. Maar geniet, ik wens u nog een hele prettige zondag. En denk daar eens goed over na wat Gods gerechtigheid nu eigenlijk voor jouzelf inhoudt. Het feit dat hij dat rechtvaardig vond en dat het een andere vorm is van rechtvaardigheid dan wij. Ik wens u nog een hele fijne week. Kijk nog naar het filmpje en dan meteen sluiten we dan de livestream af. Fijne zondag nog. Ooit van het woord heilig gehoord? Vast wel. Misschien heb je er wel eens over gezongen in de kerk of zo. Bij heilig denken we meestal aan een goed mens. Dat God heilig is, betekent dan ook dat hij perfect is. Ja, dat is wel zo. Maar het betekent veel meer dan dat. Het betekent ook dat God de grote kracht is achter het hele universum. Alleen hij kan zo'n prachtige wereld maken. En dat maakt God uniek. En juist dat is ook deel van zijn heiligheid. Denk eens aan de zon. Dat is een goed beeld om ons te helpen over heiligheid na te denken. De zon is uniek, tenminste binnen ons zonnestelsel. En de zon is superkrachtig. Zonder de zon geen leven op aarde. Je zou kunnen zeggen dat de zon heilig is. Je zou zelfs kunnen zeggen dat het gebied rondom de zon ook heilig is. Ja, want hoe dichter je bij de zon komt, hoe intenser de hitte en kracht. Ja, precies. Dus de kracht van hitte en licht zijn noodzakelijk voor leven op aarde. Maar diezelfde kracht is ook erg gevaarlijk. Want als je te dicht bij de zon komt, zal het je vernietigen. Bij Gods heiligheid zie je eigenlijk precies hetzelfde principe. Als je niet schoon of zuiver bent, is het gevaarlijk om in de buurt te komen. Niet omdat het slecht is, maar omdat het zo goed is. Die paradox van Gods heiligheid zien we voor het eerst in het verhaal van Mozes en de brandende braamstruik. God geeft Mozes opdracht zijn schoenen uit te doen, omdat hij op heilige grond staat. Mozes moet zijn handen voor zijn gezicht houden. En God zegt, hey, kom niet dichterbij. Dat is heel intens. De intensiteit van Gods heiligheid zien we verder in de verhalen over de tempel van Israël. Het hart van Gods heiligheid. In het midden van de tempel was het heilige der heiligen. De centrale plek van Gods aanwezigheid. En of je nu als Israëliet zomaar ergens in het land woont of als priester in de tempel werkt, je bent altijd in de nabijheid van een heilige God. En dat is gevaarlijk. Ja, dat is een probleem. Dus hoe werkt dat dan? Nou, de Bijbelse oplossing is dat je rein moet worden. Moreel zuiver zijn dus. Ja, en dat is nog wel te begrijpen. Maar de Bijbel heeft het ook vaak over een andere vorm van zuiverheid. De rituele zuiverheid. Dat betekent dat je wegblijft bij alles wat met de dood te maken heeft. Daar hoort ook het aanraken van een zieke huid bij, of dode lichamen. Of zelfs van bepaald lichaamsvocht. Van al die dingen word je ritueel onrein. En dat is niet per se zondig. Maar je moet niet zomaar, zonder na te denken, in Gods nabijheid komen als je onrein bent. En daarom vertelde God de Israëlieten precies wat ze onrein maakten. En wat ze moesten doen om weer rein te worden. Want alleen dan mochten ze de tempel weer in. Dus hier gaat het boek Leviticus over. Ja, precies. Maar daar stopt het niet. Dit idee ontwikkelt zich verder. Verderop vinden we in de Bijbel een bijzonder verhaal van de profeet Jesaja. Hij heeft een vreemd visioen waarbij hij in de tempel is, dus in Gods nabijheid. Jesaja is doodsbang. Ja, hij kent de regels. Hij zou daar helemaal niet moeten zijn. En hij is bang dat het zijn dood wordt. En dan is er ook een heel vreemd wezen. Een seraf. Ja, dat is een heel vreemd wezen. Het vliegt naar hem toe, schroeit Jesaja's lippen met dat hete kooltje en zegt dan iets heel aparts. Je schuld is weggenomen en voor je zonde is betaald. Dus dit hete kooltje maakt Jesaja rein. Ja, bijzonder. Want als je ook maar iets onreins aanraakt, word je daardoor helemaal onrein.
Maar hier gebeurt het omgekeerde. Jesaja wordt aangeraakt met dit heilige en zuivere kooltje. En die aanraking maakt Jesaja juist helemaal rein. Jesaja wordt dus niet gedood door Gods heiligheid. Maar hij wordt erdoor veranderd. En dat is een nieuwe mogelijkheid met enorme gevolgen. Maar dan leren we nog iets. Dit keer via de profeet Ezechiël. In zijn visioen staat hij bij de tempel. Hij ziet er water uitlopen. Eerst een paar druppels, dan een stroompje en uiteindelijk wordt het een diepe rivier in de droge woestijn. Daar laat het een spoor van groene bomen achter zich. En uiteindelijk komt de rivier uit in de Dode Zee, waardoor ook daar alles weer fris en levend wordt. Dus hier ga je niet de tempel in nadat je je eerst gereinigd hebt. Het is juist andersom. Gods heiligheid stroomt de tempel uit om alles te zuiveren en tot leven te brengen. Wat betekent dit allemaal? Dat weten we pas wanneer we Jezus tegenkomen. Hij zegt dat hij al deze oude visioenen vervult, maar op een heel onverwachte manier. Overal raakt Jezus zieke, onreine mensen aan, zelfs dode lichamen. Daardoor zou Jezus zelf onmiddellijk onrein moeten zijn. Maar het tegendeel gebeurt. De reinheid van Jezus verandert de mensen die hij aanraakt. Hij maakt ze juist rein en zo geneest hij ook hun lichaam. Jezus is als dat hete kooltje in het visioen van Jesaja. Precies. En bovendien zegt Jezus dat hij als mens de heiligheid van God belichaamt. En dat hij en zijn volgelingen nu zelf Gods tempel zijn. Zodat Gods aanwezigheid via hen de wereld ingaat en daar leven, genezing en hoop brengt. Daarom kan Jezus ook zeggen dat stromen van levend water uit zijn volgelingen zullen stromen. Dit is dus waar wij ook in het verhaal passen. Maar waar gaat dit allemaal heen, zeg? Nou, de Bijbel eindigt met een laatste visioen van Gods heiligheid. Deze keer is het Johannes. Hij ziet in zijn visioen een compleet nieuwe wereld. De hele aarde is nu Gods tempel geworden. En de rivier van Ezechiël, die bij God vandaan komt, dompelt de hele schepping onder. Alle onreinheid wordt weggedaan. En alles wordt weer tot leven gebracht.